Ernie, allereerste echte interview. Klaar voor? Dat kan ik je daarna kan ik je vertellen, maar ja. Ik heb al veel tijd gespendeerd hier dus. Oh, goed zo. Hallo. Smakelijk. Eet smakelijk, eet smakelijk. Kijk eens. Even top, goed. Dankjewel. Wordt Ernie. Officieel ja. Ernie. Officieel Ernie. Dus ja. Ik ga weer terug naar mijn spelerstijd, waarbij het ook Ernie was. Kijk hier, leegmaken afvalschuif. Nee. Kijk, dat hoort ook weer bij ons. Nou, dat gaan we toch meteen zien hoe dat eruit ziet. Met deze ook meteen leegmaken. Waar zit je nu met je kantoor? Achterin. Helemaal achterin. Oké. Okay. Ja. Beetje gezellig gemaakt al? Nee, eigenlijk nog niet. Nee. Moet nog komen. Het is een wervelwind geweest vanaf afgelopen maandag toen ik geland ben tot vandaag. En heel veel indrukken gekregen van een prachtig mooie club. Dat ik sowieso al van de buitenkant heel erg had. Opgegroeid in Ude en ja, onder de rook van Eindhoven zullen we zo maar zeggen. En ja, grote club. En dan als speler streef je er altijd naar om van zo'n club te mogen spelen. En nu is het allemaal wat later in mijn carrière gekomen, maar desondanks ja, ontzettend blij om hier te zijn. Ja. Ja, ja, fijn om te horen. Maar kun je ons even meenemen door die week? Je bent nu precies een week officieel bij de PSV-familie dus. Ja. Hoe zagen de eerste dagen eruit? Wat heb je moeten doen? En wat zijn je indrukken daarvan allemaal? De eerste dagen zijn natuurlijk wel heel veel mensen leren kennen, heel veel gezichten zien, namen proberen te onthouden en elke dag dat proberen beter te doen. Plus kennismaking hier natuurlijk op de hertgang. Eén met het eerste team en stafleden en dan natuurlijk bij de jeugd afgelopen zaterdag geweest. Daar ook weer rondgekeken en ook weer heel veel indruk op gedaan. Maar woensdag was de eerste dag was een redelijk lange dag in de zin van al die kennismaking en 's avonds ook nog met de Raad van Commissarissen gezeten. Dus, maar het is een hele mooie week geweest. Het is een drukke week geweest met heel veel voetbal waar ik echt weer naar uitzag. In Amerika, in mijn rol, was het best wel lastig om wedstrijden te gaan bezoeken. Want dan moest je elke keer weer in een vliegtuig stappen. En hier ben ik inmiddels. Ja, afstanden zijn enorm daar. En hier ben ik inmiddels al zoveel wedstrijden gaan kijken. Dus dat is wel iets waar ik heel erg naar uitzag. En wel weer heel leuk om weer zo aan de slag te kunnen. Ja, snap ik. Je hebt heel veel ervaring in de voetballerij. Is er dan nog iets van zenuw te bespeuren bij jezelf als je aan zo'n baan begint? Oh, ik weet niet of zenuwen zijn, maar wel ja, ook weer gezonde spanning. Zoals spelers dat hebben voordat ze aan een wedstrijd beginnen, is het ook in mijn functie. Het is spannend in de zin van nieuwe wegen weer leren kennen. Je vroeg straks al, ben je al gewend hier? Je moet overal weer de deuren, achter de deuren kijken. Ja. Wat zit daar? Gezonde spanning, maar om nou te zeggen zenuwen, dat is weer een heel groot woord. Dus de slapeloze nachten zijn van de jetlag en niet van de zenuwen? Ik ben daar ook al aan gewend geraakt. Ja? Ik weet niet wat het is. Ik heb al 30 jaar op en neer gereisd naar Amerika. Dus ik kan daar redelijk goed mee omgaan. Zolang je, als je in Nederland landt, heel de dag doorgaat en dan pas later gaat slapen, dan... Maar dat kwam allemaal prima uit de afgelopen weken. Dus ik ben alweer aardig gewend. Terug in Nederland. Dat betekent nu ook terug op de werkvloer met een Brabantse tongval. Hoe is dat voor jou? En om überhaupt weer in Nederlands te praten? We hadden wel een aantal mensen die bij US Soccer werkten die ook Nederlands waren. Dus ik kon het wel enigszins ophalen. Plus nog Barry Pauls die Belgisch was. Dus ik heb dat nog wel enigszins op kunnen halen. Maar dan om weer terug te zijn in het Brabants, dat is weer wat anders. En geweldig om weer terug te zijn. En nogmaals met heel veel vrienden en kennissen van vroeger weer contact te hebben. Dat is wel ontzettend leuk. Ja, snap ik. Ik bespeur nog wel een beetje een Amerikaans accent. Je bent in Nederland geboren, zoals je net al zei. Geboren in Veghel, opgegroeid in Ude. Maar je hebt wel een Amerikaanse nationaliteit. Hoe zit dat precies? Kun je daar iets over vertellen? Ja. Mijn moeder is Nederlands en mijn vader is Amerikaans. Daar heb je al meteen de connectie. En op het moment dat je dan geboren wordt, dan heb je dual citizenship. Dus beide nationaliteiten. Ik heb ook twee paspoorten. Dat heeft tijdens COVID en corona heeft dat wel echt een voordeel voor mij geweest. Want ik kon wel op en neer reizen tussen beide landen waar andere mensen niet die mogelijkheid
hadden. Maar ja, en ik ben tot mijn 11e, 12e naar een Amerikaanse school gegaan. En daarna ben ik pas alles weer soort van Nederlands gaan doen. Dus naar een Nederlandse school toe gegaan. Daar heb ik ook mijn opleiding heb ik gevolgd. Maar ja, tot mijn 11e, 12e was echt alles Amerikaans. Voel je dan meer Amerikaans of Nederlands? Nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik heb daar lang mee geworsteld. In de zin van, en worstelen is een groot woord, maar mensen hebben daar heel vaak aan mij gevraagd. Ben je nou Amerikaan of ben je Nederlander? En ik heb heel... Ja, als ik in Nederland was, dan voelde ik me enigszins Amerikaan. En als ik in Amerika was, voelde ik me Nederlander. Maar ik heb wel in de laatste jaren, vooral met werk in Amerika, heb ik toch meer begrepen dat ik echt een Nederlandse kronkel en een Nederlandse gedachte heb. Dus ik neig iets meer naar die kant toe, ja? dan de andere kant. Kijk, ja. En je gaat weer in Nederland wonen. Weet je al waar? Nee, ik weet nog niet precies waar, maar het gaat wel in een ergens dichtbij. Toen ik als speler reisde ik vaak op en neer van Uden naar Breda, wat gewoon een uur. Nou denk ik wel eens van, waarom heb je dat nou gedaan? In Chicago woonde ik 20 minuten wandelen van mijn werk. En ja, ik moet zeggen, dat is me heel erg goed bevallen, dus ik ga wel heel wat dichterbij wonen, dat weet ik wel. Ja. Wordt gewoon Uden misschien? Ik weet niet of het Uden gaat worden, maar ik ben vanochtend, gisteravond heb ik bij mijn ouders geslapen in Uden. En het was wel makkelijk, ja, 25 minuten. Dus, gewoon weer aan tafel bij je ouders, bordje. Nee, ik moet zeggen, ik was er heel laat, want ik was er heel laat en ik ben, voordat zij op waren, ben ik weer vertrokken. Dus ja, nee, we hebben helaas nog niet aan tafel, gisteravond hebben we niet aan tafel kunnen zitten, maar vorige week wel even. Ja. Hey, in Amerika, heb je daar überhaupt tijd gehad om het Nederlandse voetbal ook te volgen, met die tijdzone, ja? Ja, het was 7 uur tijdverschil. En ik moet zeggen, mijn weekenden, want als je voor een bond werkt, dan heb je vaak in weekenden heb je tijd. En ik moet zeggen, zaterdags en zondags, ja, met die 7 uur tijdverschil. Dus ik kon overdag kon ik voetbal kijken. En omdat ik in Nederland gespeeld heb en binding heb met de clubs waar ik gespeeld heb, heb ik dat altijd wel bijgehouden. Wat levert je dan zo? In Amerika, alles bijhouden. Ja. Ja, snap ik. Maar goed, als voetbal je hobby is en je mag dat ook nog eens je beroep maken, dan is dat al heel mooi. Dus het was meer op de zaterdag en zondagochtend hobby dan iets anders. Ja. 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 Je vertelde net al even, hè, onder de rook, onder Eindhoven ben je opgegroeid, dus ook met PSV. Wat is nou echt die affiniteit met deze club? Ja, als voetballer, als je opgroeit, één, word je ermee geconfronteerd. Ik heb bij UD19 heb ik gespeeld en al mijn ploeggenoten en je ziet dan allemaal verschillende shirts zie je rondlopen. Maar ik kan wel zeggen dat er het grootste gedeelte liepen allemaal met een PSV-shirt. Dus dat krijg je sowieso met een paplepel ingegoten. En dan vervolgens, als je later in je carrière ga je, dan hoop je en dan werk je ervoor om bij een topclub te mogen spelen. En als je dan gaat denken, ja, dan ga je denken wat past het beste bij jou. En daar werk je altijd voor. Dus de affiniteit met PSV, ik ben vaak naar trainingen komen kijken in de goede tijden die ze destijds ook hadden, omdat ik dat leuk vond om te doen en te leren van diegene die voor mij een hoop dingen in het voetbal hebben gedaan. Dus, nou ja, uiteraard staat bij iedereen 88 staat bij en die ploeg die er destijds was. Dus ik ging wel eens training kijken. Ja, om in ieder geval die spelers te zien wat zij deden. En kijken of je dan daar wat van op kon steken. En dat weer meenemen voor jezelf naar de toekomst toe. Ja. Ja. Wie is dan de beste PSV'er alle tijden in je ogen? Oeh, nou moet je heel voorzichtig zijn wat je daar gaat zeggen. Want er zijn een hoop coryfeeën die zijn natuurlijk langsgekomen. Maar ja, je gaat dan altijd weer relateren naar wat dichtbij je staat. En uiteraard Romario, Ronaldo, dat zijn de namen die tot de verbeelding spreken als het gaat om doelpunten maken. Wat ik bij clubs ook heb proberen te doen. En
ja, dus daar keek je wel met een schuin oog naar. Ja. Ja. Ja, ik heb uit verschillende hoeken natuurlijk te horen gekregen hoe jij hier terecht bent gekomen. Maar ik zou het heel erg graag vanuit jouw perspectief willen horen. Dus wanneer was het eerste contact? Hoe is dat gegaan? En hoe is het uiteindelijk dus tot stand gekomen? Ja, dat is na het WK geweest. Dat ik terug was in Chicago, kreeg ik een telefoontje van Marcel. Of ik er open voor zou staan om daar over na te denken. En of dat iets was waar ik... ondanks dat ik misschien, want ik had in augustus, september had ik bijgetekend bij Amerika en of ik daarvoor open stond. Nou ja, het was ook een moment dat ik van het WK terugkwam en een hele rare gewaarwording in de zin van dat je in een toernooi zit en met heel veel energie bezig bent en vervolgens de volgende dag ben je uitgeschakeld en ja. Dan weer gaat nadenken over wat de komende 3,5 tot 4 jaar gaat brengen en waar je weer moet beginnen en daarna speelden nog wat dingen bij ons in de familie een rol en ja, ik moet zeggen, toen Marcel belde was ik daar meteen heel enthousiast. Ja. En ook al wat ik vertelde, als speler zijnde wil je heel graag voor zo'n club werken en nou heb je de mogelijkheid om in een andere functie daar aan de slag te gaan. Dus, en na de gesprekken die we in hebben gevoerd, één met directie en daarna met de Raad van Commissarissen, ja, is alleen maar hard sneller gaan pompen. En in januari was ik op trainingskamp en hebben we de laatste plooi glad gestreken. En, ja. Ja, want het is een hele stap. Ineens verandert echt alles. En ga je weer naar Nederland toe, maar volgens mij, ja. jouw kinderen wonen hier? Ja, mijn vrouw en kinderen. Dus ik denk dat de stap naar Amerika een grotere stap was dan weer terugkomen naar Nederland. Ja, mijn vrouw en kinderen, ze zijn wel mee geweest naar de Philadelphia Union. Dus in Philadelphia hebben we gewoond. Maar toen ik van Philadelphia naar Chicago toe ging, toen werd het wel wat anders. Toen zijn mijn vrouw en kinderen zijn teruggegaan, want het was voor beide kinderen was het beter. Want hun leven is hier, ze zijn hier opgegroeid. Beter voor hun om hier hun leven op te gaan bouwen. Dus die beslissing hebben we destijds gemaakt. Dus eigenlijk was dat niet zo'n grote. Het was meer, je gaat de stap maken weer naar een andere baan. En daar moet je over nadenken. Maar nogmaals, dat ging heel, heel erg snel en dan is het terugkomen naar iets wat je enerzijds gewend bent, maar dan in een totaal andere setting en bij een hele grote club. En wat is dan het grote verschil in jouw rol tussen Nederlandse voetballerij en Amerikaanse voetballerij? Het is meer de functies die ik had. Dus voor Amerika ben je verantwoordelijk voor zeg maar het voetbalbeleid binnen Amerika. En dat, dat is niet 1, 2, 3. Kijk, als je bij PSV of bij andere clubs een beslissing maakt om vandaag of morgen een andere richting op te gaan, dan ga je iedereen informeren en dan ga je een andere richting op. En Amerika, in mijn functie, is het, ja, je hebt al je constituents, dus al je leden die je dan moet overtuigen en mee moet nemen. En dat zal hier precies hetzelfde zijn, daar gaat het niet om. Alleen de beslissing die je neemt, kan wat sneller doorgevoerd worden in een club, ja, ten opzichte van bij een bond. En dat zal bij elke bond zal dat zo zijn. Dus daar zit met name het grootste verschil zit daar in. En dan de verantwoordelijkheden, moet ik zeggen, komen heel erg overeen. Of je nou mannenteam of vrouwenteam bij Amerika. En wat hier mijn taken en verantwoordelijkheden zijn ten opzichte van eerste elftal, vrouwenteam en jeugdopleiding. Daar komen wel heel veel dingen wel overeen. Ja. Ja. En waar ligt dan voor jou nu de uitdaging binnen deze club, in deze rol? Nou, ik denk de uitdaging is gewoon... PSV moet om kampioenschappen spelen en kampioen worden. En, dat is fijn, ja. Ja, dat is geweldig. Ja. Ik zie daar ook echt naar uit om daar mijn steentje aan bij te dragen. En dat is iets heel moois wat voor je ligt. En dat is tegelijkertijd ook meteen de uitdaging. Ja. Ja. En hoe zie je de samenwerking dan met Marcel? Ik bedoel, die heeft recent nog in jouw positie gestaan. Die heeft jarenlang in die positie gestaan. Hoe gaat dat samen, denk je? Ja, ik denk heel goed. Ik denk qua karakters zitten wij vrij dicht bij elkaar. En ik moet ook zeggen, Marcel is altijd
samen met bijvoorbeeld Marten Vergeel, die twee die hebben echt de weg geplaveid voor een hoop technisch directeur of directeur voetbalzaken. Voor de iets jongere generatie en daar echt een bijzondere baan van gemaakt voor ons allen. En nou om met Marcel en te kunnen samenwerken en beide netwerken die wij samen hebben om daarmee aan de slag te gaan. Denk immens dat alleen maar, netwerk samen. Hoor. Ja, ik denk wel dat we een echt groot netwerk hebben samen. Dus ik denk ook alleen maar dat op het moment dat je karakters bij elkaar en je denkt hetzelfde over hoe voetbal ingevuld moet worden. En dat wil niet zeggen dat we elke dag alles met elkaar eens zijn, want dat zou ook niet goed zijn om dat te hebben. Want uiteindelijk moet je sparren met elkaar of met heel de directie. Om dan vervolgens de weg uit te gaan stippelen naar de toekomst. Maar we hebben wel afgesproken, hè. Iedereen heeft zijn taken. Maar het zou vreemd zijn als je iemand met de kennis en know-how in huis hebt en je daarin geen advies van vraagt. Dus ja, ik zie het alleen maar heel mooi tegemoet. En nogmaals, ik denk dat we een bijzonder groot netwerk hebben samen en dat we daar hele mooie dingen mee kunnen doen. Ja. Gaan we dan ook door jouw netwerk andere soort types qua spelers hier zien? Amerikanen misschien? Ja, types en Amerikanen zijn twee verschillende dingen. Dus andere type spelers, dat denk ik niet. Want uiteindelijk heeft PSV zijn en haar DNA en cultuur en wat voor type spelers hier moeten spelen. Dus ik denk, daar moet niet al te veel verschil. Alleen door het netwerk wat ik meebreng en wat we samen hebben, zouden daar misschien wel wat spelers kunnen zijn die een Amerikaanse achtergrond hebben. Maar goed. Dat is iets met Jan en met scouting, waar we die hebben een plan, daar hebben ze al langere tijd aan gewerkt en daar gaan we mee aan de slag en dan gaan we de beste spelers voor PSV halen. Ja. Je weet ook de situatie nu binnen de club. Wat denk jij, wat jij dan te bieden hebt en wat maakt jou de ideale directeur voetbalzaken? Ik ben denk ik een type die heel graag een omgeving wil creëren waar andere mensen hun best kunnen doen. Ik ben niet degene die overal verstand van heeft, maar ik kan wel een omgeving creëren door heel veel goede mensen neer te zetten die specialisten zijn op hun vakgebied en zorgen dat we allemaal dezelfde richting op gaan. Ik denk dat een van de dingen is die die dicht bij me staat, wat ik ook heel graag doe. Plus dat ik zelf nog wat specialismes meeneem als het gaat om het kijken naar spelers en dat soort zaken. Maar dat eerste is wel, denk ik, als iemand die leiding moet geven aan een aantal mensen, denk ik dat ontzettend belangrijk is. Maar uiteindelijk gaat het niet om mijn idee. Het gaat om dat je mensen in de goede plaats neemt. Het gaat om wie zijn wij als PSV, wat is onze visie daarin en hoe gaan we dat met z'n allen als beste waarborgen en neerzetten met heel veel goede mensen. Want uiteindelijk, je kan allemaal processen, protocollen in het leven roepen, maar het gaat wel uiteindelijk om mensen die de mogelijkheid krijgen om hun steentje bij te dragen en hun specialisme tot de perfectie uit te voeren. Ja. Hoe ga je dan die eerste maanden te werk? Zijn er misschien dossiers die heel veel aandacht al gelijk eisen? Nou, er zijn sowieso dossiers die meteen aandacht eisen, want dat is gewoon lopende zaken die gewoon gedaan moeten worden. En daarnaast is het natuurlijk heel belangrijk om heel goed te luisteren, heel veel gesprekken aan te gaan. En van daaruit conclusies te trekken wat de dingen zijn die in mijn ogen hartstikke goed staan en verder mee moeten. En waar kan ik dan in ieder geval een steentje bijdragen om misschien dat proces of wat dan ook iets beter te maken. Ja. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel ogen op je gericht, hè? De nieuwe directeur voetbalzaken. Hoe kijk je dan bijvoorbeeld naar een Brandtree die het hartstikke goed doet, een Xavi die we allemaal heel graag hier willen houden. Hoe ga je daarmee om? Ja, ik kijk er voor een groot gedeelte zelf tegenaan. Dus daar uiteraard, en dat zijn de dossiers waar je het over hebt, die hebben meteen aandacht. En daar ga je mee aan de slag om dat in de best mogelijke banen te leiden. En zorgen dat diegenen die veel betekenen voor de club om te zorgen dat die hier blijven en nog steeds een hele goede toevoeging kunnen zijn op de selectie en hun talenten kunnen etaleren zoals zo mooi heet. Wat weet jij nog van de tijd dat jij als speler tegen PSV hebt gespeeld?
Ik weet wel dat we heel weinig gewonnen in de clubs waar ik voor speelde. Willem II en NAC? Ja, Willem II, NAC, VVV. Ja. Weet ik dat we heel, van al die clubs wonnen we het minst tegen, waar ik in ieder geval speelde, wonnen we het minst tegen PSV. Ja, ja, dat weet ik nog wel. Ja. Maar wel gescoord. We zijn even het archief ingedoken en we hebben 2 mooie goals van jou teruggevonden. Dat waren ze dan ook tegen PSV. Ja, dus, weet je daar nog iets van? Ja, eentje is Willem II. Was een thuiswedstrijd met Willem II. En ik kan me vaag herinneren dat ik van de rechterkant kwam en een doelpunt maakte. En in een thuiswedstrijd met NAC scoorde ik tegen Koch met een, volgens mij met mijn linkervoet een stiftje. Maar de Valatze, Schreuder, Veskens, Stewart. Schreuder. Stewart uit de rug van Joop Stewart met 3-1. Ja, het voorbeeld van het voetbal wat NAC speelt vanmiddag tegen PSV. Compact gegroepeerd. En ombeurt de Stewart en Arvelatse eruit. Binnendoor Stewart bij de onervaren Fuchs. En dat biedt Willem II kansen omdat ook Silla er goed voor staat. Maar Stewart doet het zelf. Wil ik graag afsluiten met jouw allermooiste herinnering van jouw hele carrière. Aanvoerder mogen zijn tegen Portugal tijdens WK 2002. Ja. En dan gaan we nu een mooie nieuwe herinnering maken binnen PSV. Zo is het. Gaan we doen. Goed zo. Graag gedaan. Dankjewel. Thanks.